bepaalde dingen helpen gewoon, zoals bijvoorbeeld gesprekken voeren op school. Goed uitleg geven. Vooral samen de mooie dingen blijven vieren. En dan inderdaad en heel belangrijk vinden dat, er gewoon, dat je de dingen mag zeggen en dat er gesproken wordt. Ze hoeven ook het niet te doen zoals andere mensen vinden dat ze het moeten doen. Ze moeten gewoon echt een eigen manier vinden daarin. Dat is goed. Als een kind zich echt bijvoorbeeld terug gaat trekken of te veel juist op pad is, te veel naar andere vriendinnen is, misschien dat schoolprestaties heel erg naar beneden gaan. Kijk, het zijn natuurlijk de geëigenden die heel bekend zijn van als kinderen het stress hebben, zijn slechte nachtrust, piekeren, slecht eten, emotioneel zich afsluiten. Maar dat zijn best wel zware signalen. Het kan ook gewoon zijn dat inderdaad een kind gewoon eens opeens na een jaar gewoon slechte doet op school, maar heel geleidelijk aan laat zien dat ze steeds minder zich goed kan concentreren. Dus inderdaad goed volgen, goed volgen met school en vrienden, dat ze nog wel de sociale contacten houdt, dat ze blijven eten, slapen. Nachtrust wordt zo onderschat, maar zo belangrijk. Ja. Ja, Mink is best heel gevoelig, dus dan merk je best heel snel wanneer het niet helemaal goed gaat of hij eigenlijk overgeprikkeld is en of zich zorgen maakt, of niet in slaap komt en geeft het zelf ook wel goed aan. Bij Kaat merk je het meestal dat ze een beetje kribbig en chagrijnig begint te doen en een beetje bozig. En dan denk je, oh wacht even, er is iets aan de hand. Bij Fedor, die heeft zich heel lang heel erg groot gehouden. Nee hoor, niks aan de hand, helemaal niks. Ik ben de vrolijke en aan mij merk je niks. Die helpt nu af en toe. Heel verdrietig. En dan denk ik, oh jeetje. Hij is ook aan het puberen. Nou, daar komen ook allerlei dingen bij, dat je lijf verandert, dat je hormonen veranderen, dat je daardoor ook anders voelt of je stemming beïnvloed wordt. Ja, als je dan in zo'n thuissituatie zit, kan dat dingen heel erg versterken. Dat is ook wel een beetje puber eigen, hè, natuurlijk, om je eigen leven in te gaan vullen en op te zoeken. Maar ik denk, als het allemaal te wordt, en dat kan je als ouder volgens mij prima signaleren, denk ik, want je kent je eigen kind het beste. Dan moet je wel aan de bel trekken. Geef aan dat geen vraag verkeerd is. En als ze het willen weten, dat ze het kunnen vragen. Geef er ook antwoord op. Geef ook een antwoord als je het niet weet. Zeg dan, ik weet het niet. Probeer niet ze te beschermen voor het onbekende door te doen alsof het er niet is. Dat is het allerbelangrijkste. Wees er voor je kind in deze moeilijke tijd. Ook al ben je als patiënt ook niet in de ideale positie om dat te doen. Maar het hoort er wel bij. En ik denk dat je daar best als ouder duidelijk in mag zijn. En eerlijk, want daar hebben de kinderen het meest baat bij. Kinderen gaan, zeker als ze jonger zijn, gaan ze toch, als je misschien niet alles vertelt, dan gaan ze daar toch met zichzelf mee een voorstelling van maken. En dan gaan ze daar juist over piekeren. En dan misschien wel slecht slapen of op andere manieren, dat ze in hun gedrag tot uiting komt. Maar je kan de kinderen daar ook juist, als je het eerlijk vertelt van wat er gaande is, dus in die kleine stappen, kan ze daar ook bij ondersteunen en daarbij helpen. Alles verandert. Een huis veranderen dingen, er komen andere mensen bij, er komt hulp in huis, er komen allerlei apparaten en spullen in huis. Soms moet je verhuizen of moet er verbouwd worden of wat dan ook. Dus er verandert heel veel voor een kind. En tegelijkertijd gaat er een heel circus open aan allerlei doe-een-wens-achtige activiteiten en mensen die extra dingen willen doen voor de kinderen.
En wat wij hebben ervaren is dat voor een kind het juist ook heel erg belangrijk is dat dingen zoveel mogelijk normaal blijven. En dat ze op een gegeven moment gewoon aangeven van ja, maar ik heb geen zin om nog een keer naar de dierentuin te gaan. Ik heb liever gewoon een dagje thuis. Een beetje knutselen, een beetje Lego, een beetje een filmpje kijken. Gewoon met z'n vieren, zoals het vroeger was. Zoals het normaal is, zoals het hoort te zijn. Gewone dingen zijn belangrijk. Ook zeker de dingen die routine geven. Dat geeft toch een beetje houvast, dat geeft structuur. Ook aan een dag. Sommige kinderen die kunnen bijvoorbeeld heel goed opschieten met een tante of een moeder van een vriendin of de mentor. Of, nou ja, misschien kan je die pols van, goh, praten we wel eens met jou? Of goh, kunnen we een keer samen gaan wandelen of zoiets? En ik weet wel dat, dan moet je weer een drempel over. Maar dat kan ook heel waardevol zijn, ook voor de toekomst. Als die persoon ook betrokken is. En misschien is dat wel fijn, voor kinderen. Hun vragen stellen kan ook best wel bezwaarlijk zijn aan de andere kant. Dus ze willen jou niet lastigvallen, ze zien al dat je het zwaar hebt en druk. Willen de momenten graag gezellig houden, samen. Dus daar ga je het niet over hebben. Dus dat gebeurt natuurlijk nog wel eens. En als je dan iemand anders hebt waar je een gesprek mee kan voeren, dan wordt er tenminste wel gepraat. Maar dat bijvoorbeeld de kinderen bij bepaalde vriendjes zo heel makkelijk kunnen spelen of logeren. Dan gaat het heel makkelijk of daar blijven eten een keer of wat dan ook. Dat er inderdaad ook vrienden zijn die echt voor ons koken. En wat ook fijn eraan is dat heel veel vrienden onze kinderen nu kennen en andersom. Dus onze kinderen weten nu wie is. En voorheen was dat toch meer van dan gingen we als uitlaatklep de deur uit naar onze vrienden. En dan wisten ze eigenlijk helemaal niet wie dat waren. En dat vind ik ook een soort van geruststelling, dat je niet uiteindelijk bij een afscheidsmoment, dat er een zaal vol met mensen zit die jouw vader dan allemaal gekend hebben en ze zelf weten niet eens wie, zeg maar, wie dat zijn. Ja, school is wel verstandig, zeker. De mentor moet het gewoon weten en die hoeft niet meteen allemaal alternatieve advies te bieden, maar het is gewoon dat iedereen wel weet waar jij mee te dealen hebt thuis. En dat je daar af en toe even kunt praten. Dus we hebben meteen met de school besproken en ook even samen gezeten met school. Die waren meteen van, wat kunnen we doen? En daar houden we gewoon nauw contact, we geven ze updates. De school is heel betrokken. De school is heel betrokken. Dat helpt. Er is een handreiking geschreven voor, en dat gaat over een... De adviezen die wij willen geven aan gezinnen met ALS. Voor het dagelijks leven, voor de gesprekken, maar ook voor waar je begeleiding kan zoeken. Heel veel van wat je ervaart aan emotie is, ja, maar mijn kind groeit zo meteen op zonder ouder. En als jij kan zien dat je kind ook in dat proces meegaat en daar naartoe groeit en daar zelf ook stappen in maakt, dan kan je dat ook makkelijker loslaten, waardoor je elkaar zo enorm helpt. Ja, de kinderen helpen mij ook. Niet alleen praktisch door natuurlijk ook gewoon bepaalde klusjes in huis op te vangen. Of bijvoorbeeld dat ze de jongste mee naar school nemen als ik al vroeg naar mijn werk moet. Of dat zij even de vaatwasser leeg, dat soort praktische zaken. Ze helpen mij ook om soms het hele ingewikkelde wat er gaande is te versimpelen in mijn hoofd om het aan hun uit te leggen. En dan is het soms heel simpel. Dan is het soms niet zo zwaar. Of dat ze zeggen, oh, ben je verdrietig, mama? Dan zeg ik, ja, waarom dan? En dat helpt mij dan bijvoorbeeld ook om te definiëren, ja, dat komt aan omdat dit en dit aan de hand is. En dan is het veel minder groot dan, oh, al dat verdriet over die ziekte bijvoorbeeld. En ze komen gewoon af en toe ineens spontaan mij een knuffel geven. Nou, dat is heerlijk. Dat is echt heel fijn. Dat helpt mij.